Bel je zelf wel eens op de fiets? Ja, ik heb dat eigenlijk wel gedaan. Ja. Ja, sinds vandaag gaat je dat 95 euro kosten. Ja, dan doe ik dat niet meer. Zo simpel is het. Het is afgelopen met bellen en WhatsAppen op de fiets. Sinds 1 juli is het verboden een telefoon in de hand te hebben terwijl men deelneemt aan het verkeer. Even je social media checken voor het rode stoplicht? Dat mag nog wel. Wij peilden de meningen van mensen op de fiets in Altena. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik vind dat levensgevaarlijk. Ja, aan de ene kant vind ik het eigenlijk niks. Je fiets gaat 20 km per uur. Ja, je zit op het fietspad de meeste van de tijd. Ik vind wel dat je dan kan bellen onder het rijden. Ja, als je het toch doet en de politie betrapt je, kost het je 95 euro. Ja, pittig duur hè, best veel geld. Ja, veel geld voor een klein iets. Ik vind het eigenlijk een hele goede regel, want het is best wel gevaarlijk. Want de kinderen die zien verder niks dan dat ding van hun gezicht, hè. Dus mooie zaak. Want er gebeuren veel te veel ongelukken door. En de jeugd heeft tegenwoordig allemaal zo'n apparaat. Dus van klein tot groot. En wij fietsen regelmatig hierheen en dan komen de schoolkinderen langs en die zien niks. Die zijn alleen maar daarmee bezig. Dus correct. Sinds vandaag is het verboden om te bellen of te WhatsApp op de fiets. Ja, ja. Wat vind je ervan? Kut. Dat is goed kut. Want als je op je telefoon is en even een ander nummertje aanzet, dan word je gelijk gepakt. Dat is wel mooi kut. En het is best duur. Dus, Ja, 95 euro maar liefst. Ik heb niks met de politie. Ze moesten me ook al een keertje hebben toen ik te hard aan het varen was. En dat sloeg ook nergens op. Dus ja, als ze me pakken met mijn telefoon, dan kan ik net zo goed gewoon doorfietsen in een steegje en hopen dat ze me niet vinden. Het is sinds vandaag verboden geworden om te bellen of te WhatsAppen op de fiets. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is helemaal goed. Want het is hartstikke gevaarlijk. Ze kijken nergens naar. Ik vind het perfect. Dus het is levensgevaarlijk. Als je zelf toe bezig ziet, dan zeg je ja, dat kan niet. Dus ik vind het ideaal. De boete die erop staat is 95 euro. Zal dat ontmoedigen? Veel te laag. Het moet minstens het dubbele zijn. Het is gewoon levensgevaarlijk. Dus wat dat betreft mogen ze voor mij verdubbelen.